We zijn hier met de boys uit Mechelen. Ik ben hier met... Matthias. Keanu. Dante. Dante, yes. Wat brengt jou in jullie in Rotterdam eigenlijk? Eten. Eten, hè? Kleren. Ja, ja, ja. Beetje shoppen, beetje rondkijken. Gewoon van alles een beetje. Ja. Yes. En hoe smaakte de kroket? Broodje kroket, shout-out naar Nederland, heel lekker. Yes, ja. En regen, wat vind je van de regen? Maakt niet uit. Maakt niet uit. Oh, kijk eens. Beetje, dat, kan geen kwaad. Dat is wat we kunnen leren van de mensen uit België. Maar waarom maakt de regen niet uit? In België we zijn even erg. Sorry? In België even erg, misschien nog erger. Ja, een beetje meer regen. Ja, oké. Okay. Maar je vindt het niet erg? Nee, we zijn niet van karton, hè. Allee, ja. Nee, allee, we zijn niet van karton. Nee. Nou. Nou wil ik nog vragen, ik kan niet vragen, voel je thuis in Nederland? Dus ik ben benieuwd, voel je je thuis in België, wil ik vragen? Maar ik ben daar opgegroeid, dus grotendeels wel. Maar ik zou daar niet willen blijven wonen, dat niet. Ah, waarom niet? Gewoon, Mechelen is gewoon België in het algemeen, is een redelijk zuur land. Ah, zuur. Sorry dat ik dat zeg naar alle Belgen, ja. Maar gewoon zo, de mensen in het algemeen, hun... moet ik het zeggen, hun emoties en zo, die zijn zo zuur hier. Iedereen is gelukkig, of zo goed als iedereen. Mm-hmm. En ja, in België heb je dat niet echt. Iedereen is zo zuur. In Nederland zeg je, we hebben niks te klagen. Ja, ja. Voilà, klopt. En dat zie je ook aan de mensen die hier rondlopen. Ja. Ja. En wat denk jij dat hij bedoelt met zuur? Zure mensen in België? Ja, kortdadig. Veel kordadigheid in België. Mensen zijn niet erg content met wat ze krijgen, bijvoorbeeld. Okay. Hier die zijn blij met bloemen. En in België ja, moet je al een iPhone of ik weet niet wat krijgen om dat te zijn. Ik heb een goed voorbeeld. Ja. Je bent bijvoorbeeld, je komt in de appie en je rekent af. De vrouw aan de kassa die begroet u vriendelijk. Goeiedag. Met echt een gemeende glimlach. Ja. Ga naar de winkel in België, zeg hallo. En met wat chance zegt die tegen u terug hallo. Mm. Maar meestal kijken die u gewoon vies aan. En dat heb je hier niet. Meestal 9 op de 10 zegt de kassamedewerker gewoon een vriendelijke goeiedag. Ja. En dat is wat wij soms wel missen in België. Ja. Ja. Mooi, dat vind ik een goed voorbeeld. En wat zou er veranderen als België ook de kroket krijgt? Ja, dat zou het veel beter maken natuurlijk. Ja. En ik zou nooit meer honger lijden. En heb jij ook een wens om uiteindelijk te kijken, kan ik misschien uit België of misschien toch niet? Ja, dat sowieso, want België is eigenlijk een soort van gevangenis, als ik het zo zeg. Mm-hmm. Nederland ook eigenlijk, want de overheid zet ons eigenlijk tussen vier muren. Veel kunnen we niet doen. Ja. En ik wil het liefst naar Spanje gaan of zo. Lekker warm. En wat denk je van de overheid in Spanje? Dus hoeveel muren plaatsen hier? Daar ken ik niks van eigenlijk, dus daar kan ik niks over zeggen. Dan gewoon lekker sangria drinken. Ja, gewoon sangria, mooie vrouwen, lekkere zon. En wat vinden jullie van Nederland? Allereerst jij als Belgisch persoon. Heel eerlijk, ja, zoals ik daarnet zei... moet ik die vasthouden? Nee, is goed. Ja. Nee, hoeft niet. Hoeft ah, oké. Okay. Ja, gewoon zoals ik daarnet zei, ik kon dat horen aan hoe dat ik dat was aan het vertellen. Ik vind Nederland echt gewoon een goeie land, niks aan te klagen. Soms oké, je hebt niet overal... top mensen, maar dat heb je overal. Overal heb je goede en slechte mensen, dat maakt niet uit. Maar nee, gewoon Nederland, niks om te klagen. Ja. Shout-out naar jullie. Hey, Nederland. En wat vind jij als Belgische persoon van Nederland? Mooiere mensen en open. Mm. Mensen zijn hier meer open en vriendelijker. Socialer. Ja. Socialer, ja. Wat vind jij van Nederland? Ik vind Nederland veel mooier als België. Vooral de straat en de wijken. Oh, ja. Zo de appartementen en zo. En het volk is hier ook veel liever. Bijvoorbeeld daarnet, we hebben de weg gevraagd aan een vrouw. En zij heeft dat 3 keer uitgelegd voor ons, zodat we het zeker wisten. Dus dank u naar die vrouw. Ja, mooi. Nou, ik hoop dat jullie dan ook de weg terugvinden natuurlijk. Ja, tuurlijk. Want dat was wel leuk. Als ik dus naar Antwerpen wil, even wat zure mensen tegen wil komen. Hoeveel kost een ticket van de trein van Rotterdam naar Mechelen? Redelijk duur. €115? Nee, 102. 102, heen en terug. €102 met de trein van Mechelen naar Rotterdam. Amsterdam. Ik heb een ticket naar Amsterdam erbij. Eigenlijk, ja. Ja, eigenlijk gingen we naar Amsterdam gaan, maar last minute is het besloten om toch hier te blijven. Goed, dankjewel. Blij dat jullie zijn gekomen. Box. Zie je. Ciao. Ciao.